Marcel Rijders. Joke. Nou, Gerda en Nico, met assistentie van William en Johan, die hebben zich bereid verklaard om wat assistentie te verlenen in die zin. Nou leek het ons verstandig om op de plek die goed herkenbaar is, om hun daar, laat ik zeggen, te installeren. En goede suggesties nemen we natuurlijk gewoon mee, maar waar wij in eerste instantie aan denken, dat is op het punt wat ligt vlak voor Harlingen. Vlak Harlingen is namelijk een hele duidelijke markering. Daar heb je die snelweg die er overheen gaat. Hoe leuk, hè? Oh, wat een uitgeleid. Succes, hè, Bart! Succes! Nog meer? Ja hoor, wie komt er weer als laatst? Ik zie een hele goede tekening. Ik ga nog gewoon op de baan staan. Ja, en als je het gewoon niet gebruikt, dan zet je het zo. En als er nog gebeld wordt, dan is het alleen maar kwijt. Jongens, succes hè! Succes mannen! Kom op hè! Ja, dat is Gerrit. Kom op hè!
maken, ja? Moet je rug gemasseerd worden? Succes, mannen! Succes, hè? Ja, ongelooflijk. In de lucht ergens met je heli. Oude hoer, ken je nog, hè? Jij zit boven Staphorst. Laat me dan vlieg je straks nog even deze route, vriend. Gaan jullie al naar de handeling eigenlijk? Ja, nog even naar. Geef maar even een tel. We gaan uit de lucht, want hoe heet die? Nico, radio kan bellen. Nico, de radio kan bellen en Johan Gene zegt dat dit allemaal te veel geld kost. Dus Johan is van de zuin, dat weet je wel. Hey, groetjes aan mijn wettige echtgenoten. En tot ziens. Fantastisch, zegt zo'n ding. Leuk. Succes, hè? Tegen wind in. Kom op, hè, de buik erin, hè. We kennen ze aan, Nico. Hey, ja, een van de zaak, hoor. Weer? Zeg dat nog eens. Ik ben echt een sprinter. Goed zo. Zo mag ik het horen. Ik heb een mooie muts al gezien, Nico. Ja, wel mooi. Was jij vorige week nog in de bank? Jeetje! Ik heb 90 kilometer al gereden, hoor. Geen bank meer over. Dat is op, hè. Hij loopt wel van ons al. En nog wat bloeddoping erbij. Nou, dat moet het goed gaan. Wat een verzorg. Kom op, guys. There you go. Kom op, Erwin. Zet hem op, hè. Radio, Jaap.
Hartstikke gezellig dat jullie... Nee, die moet je niet afdoen. Bart, die moet je niet afdoen hoor. Lekker mannen met een brust te doen als je op je knietjes moet. Ja, daarom. Nou, mannen, succes hè. Ik begin Bart al uit te spreken. Wat betekent dat ik jullie van het ijs moet halen? Dat weet je altijd. Dankjewel, Jan. Ja. Ja, ik heb nou een beetje koud. Ik heb gevideo'd aan alle kanten. Ik ben net in de uitzending van Zara Radio geweest. Dus daar gaan we goed. Er staat zelfs iemand met een spandoek van, daar gaat Peter op naar de 200 kilometer. Ja, ik denk niet dat het voor mij is, maar het staat wel leuk. Hey jongens, ja, dit is heel gezellig. Die was snel weg. Ja, moet je nagaan, dan word ik. Had ik het op nieuw straat moeten gaan doen. Mooi. Niet koud. Oh, pas op! Kijk, dat is het. Je mag er al niet op. Ja, jongens, bedankt. Bedankt, kijk hè. Van het begin af aan is op rit. Ik ben blij dat ik maar Hans mee rijd. Hans rijdt net zeg maar een tempootje te snel de hele dag. Ik zeg tegen Hans, ga maar. Ja. Maar dat wilde hij niet. Maar ja, het voordeel van mij is dat ik wel in zijn ochtend mee kan. Jullie kunnen ook beter bij elkaar blijven hoor, maar je krijgt het nog moeilijk hoor. Staat in de Haar Sandberg om een jute tasje. Dat is wel mooi gelukt, hè? Tas.
Nou, we hebben ons wel steeds al afgevraagd. Zijn tas hier. Kom op, hè. We gaan voor een kruisje, hè. Rugzakje op, schaatsen erin, bus in.